Yeah, but if you get the crease up. Ja, of als het de volume is hier. Gaan we kunnen nog eentje met zijkant op moeten meepakken? Voordat we een crease hebben. Ja, maar het is dus niet eens dat het de batterij is gebracht, zeg maar. Hij is gewoon dat hij zo 30% in poef in die leeg. Lukt die jongens? Ja, alleen dit stukje nog en dan zeggen we van nou zijn we klaar, want anders is dit wel weer. Is paard. Ja. Dat kan. Meisje, jij bent hier de dame die alles coördineert, toch? Zeg ik het goed? Ja, grotendeels. Ja. Maar kan je jezelf even voorstellen, want we zijn hier in het depot van het Stedelijk Museum. Daar ben ik nog nooit geweest, dus een prima. Ja. Maar wat ben je hier aan het doen en waarom? Nou, wat we aan het doen zijn, in het Zeeuws Museum ligt een hele grote collectie, maar daaronder is ook het collectie van het Zeeuws Genootschap, der Wetenschap. En een deel van die collectie is onder andere deze hele oude schep. En wat heel bijzonder is aan deze schep, is dat hij van hout is, wat heel goed vergaat. Maar hij is niet vergaan. Dus eigenlijk wat deze schep zo bijzonder maakt, is dat het een heel gewoon object is. In hout, wat al die eeuwen heeft doorstaan. En wat we nu aan het doen zijn, is... met studenten van de TU Delft en twee experts in het scannen zijn we deze objecten aan het 3D scannen. Dus dat is wat je hier ziet gebeuren. Om daar vervolgens reproducties en nieuwe ontwerpen mee te maken. Om te kijken of je juist zo'n mooi object als een schep weer kan laten zien buiten het museum. Ja, want hoe oud is deze schep dan? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. De theorie is zo rond 800 na Christus. Oeh, dat is wel heel oud, ja. Dat is heel oud, ja. En weet je iets over de achtergrond? Waar is deze gevonden? Is het een Zeeuwse schep of is het een... Ja, hij is hier in Zeeland gevonden. Waarschijnlijk in de klei. En daardoor is hij zo heel mooi afgesloten van zuurstof geweest. En daardoor is hij zo mooi bewaard gebleven. Maar eigenlijk is het een object wat normaal... als je schep kapot was, gooi je hem in de kachel. Ja. Objecten die zo oud zijn, die verrotten en vergaan doorgaans. En dit is een van de objecten in een serie die ik uitgezocht heb van allerlei objecten die eigenlijk gaan over waarde en waardebehoud van objecten. Dus het gaat ook over reparatie en over restauratie. Maar ook dat je vroeger dingen had die je gewoon heel lang doorgebruikte en die daar eigenlijk alleen maar mooier van werden. Ja. Dus ik heb een hele serie objecten verzameld uit die collectie. Die juist over al die aspecten van waarde en waardebehoud gaan. Oké, okay. Nou, dat is helder. Maar waar ik dan ook wel weer nieuwsgierig naar ben, want ik zag net dat ding wat ernaast ligt, dat is de scanner. Ja. Dat zijn nu net deze, maar ik ken natuurlijk alleen de flatbed scanner waar ik documentjes mee scan. Ja, dat snap ik. Maar kan je laten zien hoe dat werkt? Hou je die er gewoon langs? Kan even jullie dat laten zien? Oh ja, ze zijn net aan het... De computer staat net te rekenen. Maar wat hij eigenlijk doet, het is een structured light scanner. Dus het betekent dat hij eigenlijk... Je ziet het daar ook gebeuren, achter je. Dat is misschien makkelijker, want dan kan je het zien. Dat is hetzelfde apparaat. Oh, jullie staan op het doel, ja, precies. Dus hij projecteert een raster op het object. En maakt eigenlijk heel veel foto's. En dat combineert hij in de software. Dus in de computer kan hij dan berekenen hoe die zich allemaal tot elkaar verhouden, waardoor er een 3D object gebouwd wordt. Ja. Van in dit geval dit Chinese beeldje. En wat is daar het verhaal van? Want dat is geen Zeeuws beeldje, je zegt wel, het is een Chinees beeldje, maar waar komt die vandaan? Nou, dat is een hele goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet precies. Het is wel een opmerkelijk ding, omdat het een soort van medische excess is. Ja, dat is een man met een baby uit zijn... Ja, dat zie ik nou precies. En het is heel kwetsbaar. Ik hou jou in de gaten. Je mag gewoon niet erbij komen. Is het ook een heel is het een prijzig object? Of, ja, het is een heel bijzonder, uitzonderlijk ding. Het zou dan wel heel sneu zijn als ik het nu omstoot, ja. Ja, precies. Ja, dan was dit ook meteen je laatste bezoekje. En waarom dit wel... je ziet direct de diversiteit van objecten die in het genootschap en ook in het Zeeuws Museum te vinden zijn. Dus dat gaat van hele oude objecten tot objecten die van ver komen. Maar we hebben ook schelpen gescand, vikingkettingen, porselein. Dus juist die hele breedheid aan objecten maakt het zo heel interessant. En waarom je ook zo heel goed door die objecten naar zo'n thema als waarde en waardeverandering kan kijken. Ja. Dat is ook helemaal helder. En hoe lang loopt dit project? Van hoe lang zijn je, want het is vrij arbeidsintensief als ik het zo begrijp. Het loopt tot en met februari. Dus er komt in december een presentatie van studenten hier uit Middelburg. En er komt in
eind januari zijn deze studenten klaar met hun project en dat wordt dan gepresenteerd bij de TU Delft. Ja, want de studenten van de Roosevelt, de RA moet ik zeggen, die doen het ook. Ja, die zijn weer meer met de historische kant van die objecten bezig. En dit is eigenlijk meer de technische kant van de reproductie daarvan. Maar werken die dan ook weer samen met de TU Delft of staat dat een beetje los van elkaar? Ja, die komen elkaar tegen. Het staat eigenlijk best, een heel samenwerkingsverband. Het Stedelijk Museum werkt samen met het genootschap en, ja, en ja, het onderwijs. Ja, het is behoorlijk zwaanekleef aan geworden. En wat, alles en wat is jou, want jij bent, wat was nou je mooie omschrijving? Fellow ben jij? Oh ja, ik ben ontwerper. Ik hou gewoon heel erg van gebruiksgoed. En daar werk ik mee. En ik ben dit jaar research fellow. Dus ik heb een jaar dat ik onderzoek mag doen naar de objecten van het Zeeuws Genootschap. Maar ben jij normaal, ben je dan historica of heb je je eigen bedrijf? Ik ben ontwerper. Ik maak dingen. Ja, dus, maar vooral met oude objecten. Oké, dat is interessant. Heb je een website? Ja, zeker. Nou, dan ga ik die opzoeken. Dus dat is lekker. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Ja.